Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Mak, mager en net te weinig sensationeel. Nu misschien wel met Jota. Jota meegeven, Salah en aan de droogte, jawel. Hij had 4 wedstrijden niet gescoord. En Liverpool komt na een slap begin dan toch op voorsprong. Na 17 minuten. Dankzij het duo Jota-Salah, maar het ging wel heel gemakkelijk. Spanjaard weer zo'n schijnbeweging en Taylor trapt erin. Jota, Jota! Schot van op afstand. Blind. Langs de lijn, perfecte pass op de juiste snelheid voor Berghuis. Heerlijk, tot bij Bergwijn. Maar het is Kudus die hem scoort. Mohamed Kudus, vuur tegelijkmaker via de lat tegen de touwen. De pas van Blind. En dan Trent Alexander-Arnold. Een geweldig schot van op zo'n 30-tal meter. Alexander-Arnold kan er wel een versturen natuurlijk. En dit is een goede voor Van Dijk. De redding van Pasveer. Op de lijn gestopt door de doelman van Ajax. Gewoon... Door de as van het veld, als een mes doorheen, warme boter en het schot van Trent Alexander-Arnold tot 2 maal toe. Maar 2 keer stuit hij op Pasveer. Alle kansen zijn toch voor Liverpool. Jota, Jota zoekt naar een gaatje. Jota trapt hem op Remco Pasveer. Tsimikas, Tsimikas de voorzet. En dan Jota die hier nog met beide voeten naartoe ging. Maar Bessie verdedigt. Fabinho dringt aan. Salah ontsnapt. Salah niet voorbij Pasveer. Elliot misschien wel in het zijn het. Grote kans, tweede keer dat Harvey Elliott. Een opening gemaakt op de rechterkant voor Dusan Tadic. Eindelijk heeft hij eens wat ruimte om zijn creativiteit te tonen. En dan de nekslag van Daley Blind. Salah, knappe aanname en dan Núñez die hem naast legt. Dit was een zeer propere aanval van Liverpool. Maar de kerst op de taart ontbreekt. De finishing touch van Darwin. Darwin, nee, dan gaat die bal niet binnen. Het was een doelpoging. Het was geen voorzet van Darwin Núñez. Tweede keer... Tsimikas, de voorzet. En dan over het hoofd van Firmino. Wel nog Salah in tweede instantie. En dan raakt die bal nog de kruising. Via de deviatie kreeg hij een gekke capriool.
Wel een tiende corner. Is dat dan de goede? Matip van de lijn gekeerd. Was die bal al over de lijn? Jawel. Het uurwerk van de Portugese scheidsrechter heeft dat aangegeven. Joël Matip brengt Liverpool op een ideaal moment. Want nog maar anderhalve minuut op de klok. Voorsprong. Klok, klop. Ja, Jurgen Klop. Bal te vuisten. En Klop is dolblij. Dolblij dat ze kunnen winnen in Europees verband. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.